Ja, op zich voelt dat wel goed, maar je weet natuurlijk ook wel, de, de raad beslist uiteindelijk. Dus we zijn inderdaad, uh, een, een collegebesluit is er uh, genomen en daar zijn wij uitgerold. Maar het moet naar de raad en de raad heeft uiteindelijk het laatste woord. Ja, u bent heel voorzichtig. Komt dat ook een beetje door uh, het onderwerp lokale omroepen in Almere? Dat, uh, ja, dat, dat zorgt nogal vaak voor wat reuring. Nou, ik denk, denk dat relativeren is sowieso wel eens goed en dat is op zijn plaats. Je moet je niet belangrijker maken dan je bent. En wacht maar inderdaad af wat er uiteindelijk uitrolt. En natuurlijk zijn wij blij met deze eerste stappen, maar de uiteindelijke stap, nogmaals, dat neemt de raad. Ja, en uh, als de raad uh, ook dezelfde voorkeur heeft voor u, uh, dan moet het nog naar het commissariaat voor de media. Maar die neemt over het algemeen het advies wel over. Dus ja, wat dat betreft uh, bent u al best een uh, eind op weg. Ja, we zijn al ver en precies inderdaad wat u zegt. Het commissariaat van de media neemt over het algemeen, en eigenlijk volgens mij is er nooit een uitzondering gemaakt, neemt het advies van de raad over. Eigenlijk het advies van de gemeente nemen ze over. De, het college heeft onder meer voor jullie gekozen omdat uh, ze verwachten dat het financiële plaatje dat dat wel eens goed zou kunnen komen. U heeft bijvoorbeeld geen uh, personeel in dienst, ook geen, geen pandhuur, dat soort dingen. Uh, hoe willen u deze omroep gaan opzetten? We hebben geprobeerd om het, uh, het vet eraf te snijden en inderdaad uh, niemand houdt er een betaalde baan over. En we kijken inderdaad uh, of wij zonder een dure studio toch onze programma's kunnen maken. We hebben daar enige ervaring mee, niet veel, maar we hebben er enige ervaring mee. Hier weer het relativeren met de tafel op twee. Want er zijn natuurlijk veel plekken in Almere waar je iets kan opnemen. Daar heb je niet altijd een studio voor nodig. Maar u zegt kijken hoe ver we komen, dat houdt dus nog wel wat voorbehoud in. Betekent dat dat wat u vraagt aan gemeentelijke bijdrage, dat dat nog wel is, als u een keer de licentie krijgt, toch nog wel hoger kan worden? Nee. Dat is een duidelijk antwoord. Ja. Hoe weet u dat zo zeker? We hebben een meerjarenbegroting gemaakt en daar houden we ons aan. En daar staat niet een vermeerdering van het subsidiegeld in. 97.000 euro per jaar, vraagt u. Ja, klopt. En waar gaat u dat dan aan besteden? Zoveel mogelijk aan programma's. Maar er zijn vaste lasten. De vaste lasten zijn bijna de helft van het, van het bedrag. Je weet van tevoren dat er een bepaald bedrag beschikbaar zou zijn. En wij denken dat wij voor dit bedrag dat wij een goede omroep voor Almere kunnen zijn. En dat hebben we gebaseerd op onze ervaringen nogmaals op de tafel op twee. We weten ongeveer wat het kost om een programma te maken. En daar zijn we in eerste instantie heus al van geschrokken. Want uh, programma's maken is duur. Ja, en nu gaat de samenwerking, heeft u al uh, met de stichting Lokale Omroep Almere, wat, uh, wat gaan die toevoegen? Die voegen het radiodeel toe. Want wij zijn vooral voor het televisiedeel gegaan. En uh, Sloa, zoals de afkorting is, was eigenlijk uh, ja, een, mo een mooie uh, toevoeging uh, voor ons. En de samenwerking uh, met de mensen van Sloa well, verloopt uitstekend. Ja, dus uh, in ieder geval radioprogramma's, televisieprogramma's. Maar hoeveel, hoe vaak uh, de inhoud, uh, dat weet u nog niet. Nou, laten we eerst maar even afwachten wat de raad toch beslist hoor. Wat, uh, wat er inderdaad in september gaat gebeuren. Want anders ga ik al een hele grote broek aantrekken en dat hoeft niet, zeker niet met dit weer.